Kunt u zich in het kort voorstellen? Ik ben Rita Thomas, Albanesiaan, moeder van 3 kinderen en ik woon in Almelo. Wat was uw motivatie om zich verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad van Almelo? Om heel eerlijk te zijn, het is nooit in me opgekomen om de politiek in te gaan. De vraag kwam vanuit de voorzitter van onze Armeense Kerk. Hij zag iets in mij en toen zei hij ook, Gorita, je bent heel gedreven. Je wilt heel graag iets bereiken voor de samenleving, voor de Armeense gemeenschap. Is het wat voor jou om de politiek in te gaan? Toen heb ik daar heel lang over na moeten denken. En uiteraard heb ik de keuze met beide armen omarmd. Waarom voor de ChristenUnie? Zoals ik net al zei, ik ben Armeens-Orthodox. Het geloof voor mij is heel erg belangrijk. Dagelijkse leven probeer ik het geloof in elke vorm, in hoe dan ook, een beetje toe te passen. Voor welke onderwerpen wilt u zich sterk maken? De onderwerpen onder andere WMO en jeugdzorg. En met name de jeugdzorg, daar gaat mijn, met hart en ziel wil ik mij ervoor inzetten. Hoe is het raadswerk tot nu toe bevallen? Goed. Heel erg zoekende geweest. Het is in het begin een beetje lastig geweest. En van daaruit kom ik er langzamerhand een beetje, elke week beetje bij beetje wel erin. Wat vond u moeilijk of lastig tot nu toe? Sommige mensen zijn geboren sprekers en zijn geboren politicus. En dat ben ik uiteraard niet. En daar moet ik heel erg mijn weg in zien te vinden. En voor de grote mensen, voor een grote groep gaan spreken. Maar ook dat is een mooie uitdaging. En ik weet zeker dat het met Gods hulp, daar waar ik heilig in geloof, dat het ook helemaal goed gaat komen. Dank u wel. U ook bedankt.